Een feestelijke taart voor Dion Beukenboom. Niet alleen voor zijn 29ste verjaardag, maar ook omdat hij is toegelaten tot de testgroep van het biologisch paspoort van de UCI. En dat is een belangrijke stap in aanloop naar de werelduurcorpoging die hij in augustus gaat wagen. Ja, het is essentieel. Kijk, voor mij is het niet zo belangrijk, want ik heb niks te verbergen, maar zij willen graag een bloedbeeld van me hebben. En dat doen ze dan in uh, ja, 5 tot 10 maanden. Bouwen ze dat op. Dus. Uh, ja, nu zit ik in een officieel programma. Ik zat al voor de baanselectie in het uh, antidopingprogramma. Alleen daar hebben ze nooit een bloedpaspoort van me gemaakt. En blijkbaar ja, zijn er andere vereisten aan een bloedpaspoort voor een wereldhuurkoorpoging. Dat wist ik niet. Maar uh, ja, ik ben nu officieel toegelaten, dus dat is perfect. Dus dat betekent, naast urinecontroles kan er nu ook mensen, uh, controleurs die voor bloed komen verwachten? Uh, dat klopt. Ja, je weet niet wanneer en je weet niet hoe vaak. Maar uh, ja, bij al dit soort dingen, van hè, de, de, de baan tot de fiets en ook Dion zelf, moet allemaal goedgekeurd worden door de UCI om uh, een poging te mogen wagen. In oktober uh, zat je bij mij in de uitzending Willevis Live. Toen was eigenlijk net het moment uh, aangekondigd dat je dit uh, poging ging doen. Het is nu begin februari. Wat is er de afgelopen maanden allemaal gebeurd? Uh, ja, best veel. Er is veel op me afgekomen. Zeker in de eerste, uh, de eerste weken na de aankondiging. Omdat het ook een beetje een soort uh, ja. surfmoment was in het wielerseizoen. Net na de weg en uh, vlak voor uh, baan rijden. Uh, dus dat is heel erg leuk. Ik ben echt super veel benaderd, heel veel positieve reacties gekregen. Maar ook mensen die graag in willen stappen, die het materiaal willen sponsoren of willen helpen. Uh, dus dat zijn eigenlijk voor mij nu de leukste dingen. Ik ben gewoon het uh, baanseizoen aan het draaien. Dus ik heb de Zesdaagse Rotterdam gereden, het NK Wereldbeker... En ik zal eind februari het WK individueel volgen rijden. Dus dat is hartstikke mooi in Apeldoorn. Uh, ja, verder gaan we 9 februari bijvoorbeeld naar de Windtunnel. Iets waar ik heel erg naar uitkijk. En ja, het is nog steeds gewoon hard trainen. Ja, in oktober was er uh, vooral een plan met heel veel Excel sheets. En inmiddels uh, is er bijvoorbeeld een prototype fiets. Uh, ook wat wielen, uh, verschillende sturen. Uh, we hebben al heel veel uh, ook afgetest, ook heel veel helmen afgetest. En we zijn bijvoorbeeld met name in de positie. Want dat is het belangrijkste, daar moet hij ook straks het meest op gaan trainen. Daar zijn we er eigenlijk wel uit. Uh, de fiets zelf. Uh, ik ga nog niet het merk verklappen waar we op gaan rijden, maar dus voor 90% uh, zijn we daar wel uit inmiddels. Uh, Waarom nou, mag dat nog niet bekend worden? Nou, omdat we. Uh, ik ben eigenlijk op zoek naar. in alles het snelste materiaal. En dat betekent dat we. hebben. Uh, aankomende maand nog drie tests. ook in de windtunnel staan. We hebben nog een aantal aerodynamische tests. op de baan staan. En wanneer ik. op een gegeven moment niet. mijn uh, streefwaardes. en dat heet dan. CDA-waardes. gaat over aerodynamica. Uh, haal. dan kunnen we alsnog zeggen. van ja, we willen toch naar een ander frame. of naar een andere. Uh, naar een andere setup. En. Uh, ja, zover zijn we dus nog niet. Je hebt het ook uh, als verjaardagscadeau een inspanningstest mogen doen. Um, Jim zei net dat je nog maar 5 watt onder het gewenste vermogen zit. Dat klinkt als heel erg weinig. Ja, dat is, uh, nou, het, is het, 1% geloof ik. Dus uh, nee, dat is niet helemaal waar trouwens. Maar uh, nou, tussen 1 en 2%. Dus dat is uh, dat is perfect. Dat gaat heel erg goed. En ik heb net ook echt een uh, hele goede trainingstage in Girona gehad. Mooi weer gehad, goed kunnen trainen daar. Dus uh, ik ben heel erg tevreden dat je eigenlijk uh, één dag nadat je terug bent al. Uh, Zo'n inspanningstest kan doen, dat geeft gewoon heel veel vertrouwen.